Dag Pieter. Dag Pieter. Het is het boekenbalfluitje. Het is het boekenbalfluitje. Nee, dat is te erg. Te erg. Tjoep, tjoep. De dag na mijn 50ste verjaardag droomde ik dat ik gewurgd werd. Ik wou de wurgende handen losmaken van mijn nek, maar dat ging niet. Het waren de handen van mijzelf. Toen heb ik gedacht, ik leef verkeerd. Als ik zo doorga, verknal ik gegarandeerd mijn hele toekomst. Nog een uur later ben ik mijn geluk gaan zoeken in het Vondelpark. En blijkbaar was ik erg gemotiveerd, want ik had het in no time gevonden. Ach, als geluk toch eens iets blijvends was. Maar wacht, laat ik me eerst even voorstellen. Gegroet, lezer. Ik draag geen pacemaker. Ik voel overal nattigheid. Ik draag altijd pyjama's in bed. Mijn zwarte haar wordt nog nauwelijks grijs. Ik zwem in oud geld en ontbeer dus diplomatie en handelsgeest. Ik voel me van geen enkel dier de meerdere. Ik ben van mening dat Jorma Ollila een van de grootste denkers is van deze tijd. Ik heb een vrouw bemind die wegliep met Bin Laden. Mijn heftigste angst is bij mijn dood door niemand omringd te zijn. Mijn beroep is schrijver en ik heet Maurice Maillot. Aangenaam. Koetsier Herfst gaat over een liefdesrelatie van twee mensen die om verschillende redenen een beetje in de marge van het bestaan zijn geraakt. En die vrouw die kan eigenlijk niet leven met het teveel aan medelijden wat ze in zich heeft. De man, een schrijver, die leidt aan een ruitersblok. En de vrouw is lid van het Kreeftenbevrijdingsfront. Dat is een organisatie die echt bestaat en opgericht is in Charlotteville. Die bevrijden dus kreeften en die zetten ze op veilige plekken weer terug. Ik heb daar bijzonder veel sympathie voor. Ik ben zelf te laf en ik heb ook geen tijd, want ik ben schrijfster, om aan dergelijke dingen deel te nemen. Maar ik heb me daar heel erg in verdiept, omdat het me fascineert en omdat het... dat ik het machtig mooi vind dat er mensen zijn die hun overtuiging zo krachtig in daden omzetten. Hè? Dat zijn mensen die ik enorm hoog heb.